Het UNICEF heeft onlangs Personal Protective Equipment, PPE, overhandigd aan het ministerie van Onderwijs. De PPE is overhandigd namens UNICEF Program Manager Patrick Matala aan de onderdirecteur Ontwikkelingsdienst Juro Dipotaruno en Education Specialist Faisal Chonaloy. Daar deze beschermingsartikelen bestemd zijn voor de Jesserenschool te Charlesburg, heeft de overhandiging ook daar plaats gehad en zijn de spullen dan ook afgestaan aan het schoolhoofd Redan. Het ministerie van Onderwijs wil namelijk vanwege de COVID-19-pandemie graag de bewustwording bij leerkrachten, leerlingen en ouders verhogen. De Jesserenschool is dan ook de eerste school in Paramaribo die PPE heeft ontvangen. Gisteren is reeds een ander deel van de PPE verstuurd naar het oosten van het land. Vanuit Minocé wordt er ook gewerkt aan een infomercial om zo de bewustwording verder te bevorderen. Er zullen ook posters geplaatst worden op de scholen. Het ministerie dankte de UNICEF voor de ondersteuning en er zal samengewerkt worden aan de verdere distributie van de PPE.